deze video. 6000 likes had, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Yeah, dat is echt lame. De video gaan beginnen van vandaag, ga ik jullie eerst vertellen dat de winnaar van de Instagram followers bekend zijn en die staan op mijn Snapchat. Dus gaan we naar mijn Snapchat en dan zie je het jacket. En ik geef vandaag weer een prijsje weg, natuurlijk, want het is de Kelvin actie. En ik geef vandaag niet zomaar iets weg, ik geef 4 kaarten voor Walibi weg. Je mag gewoon gratis naar Walibi World, het is geen enkel probleem. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten op deze video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. Hoe vaak je reageert, hoe meer kans je maakt, zo simpel is het. Ik ga vandaag iets speciaals doen. Ik heb vandaag mijn speciaal mijn Kelvin petje opgedaan. Ik ga vandaag iets doen wat ik al heel lang wil doen, waar ik me eigenlijk een beetje voor schaam. Namelijk, ik ga oude WhatsApp gesprekken teruglezen. Het is ongekend hoeveel historie in je telefoon zit begraven. En we kijken er nooit meer naar. Dus wat ik ga doen, ga bij een aantal van de belangrijkste mensen uit mijn leven, ga ik gewoon die gesprekken openen en ga ik helemaal terug naar het begin. En dan ga ik kijken, what the fuck did I even say, man? Like, come on. Ik begin denk ik eventjes met Peter. Peter en ik praten altijd, hè. Ik ga gewoon een gesprek van Peter en dan ga ik gewoon helemaal terug in de tijd. Helemaal terug in de tijd, helemaal. We doen het met z'n allen, we doen het met z'n allen. Oh, yo, yo. Ik ben inmiddels terug op 3 juni 2015. Oké. Als jullie niet weten wie Peter is. Peter is mijn grote vriend, mijn filmmaakvriend, mijn zakenpartner. Hij is mijn alles en nog wat. We zijn niet verliefd op elkaar. Als nu op een of andere manier mijn telefoon uitvalt, ga ik echt deze Nee! Wat gebeurt? Nee! Wow! Nee! Nee! Fucking hell! Ja! Fucking hell! Ik ben het beeld fucking zwart en nu ben ik weer op mijn homescreen. Nee! Ga gewoon zoeken op een random woord, zo doe ik dat gewoon. Een woord dat je niet vaak gebruikt. Poets. Ja, oh nice, yes! I teleported to 21 november 2013. Wat is dit, jongen? Er was een tijd waarop ik gewoon mopjes naar Peter stuurde. Why? Er zijn 3 kaboutertjes die zich opeens stierlijk vervelen. Opeens kijkt een van de kaboutertjes naar zijn arm en zegt, ik weet het, we gaan naar het Guinness Book of Records, want ik denk dat ik het kleinste armpje ter wereld heb. Waarop de andere antwoordt, ja, ik denk dat ik het kleinste beentje ter wereld heb. De laatste kabouter zegt, ik denk dat ik het kleinste lulletje ter wereld heb. Ze gaan naar het hoofdkantoor van het Guinness Book of Records. De eerste kabouter gaat naar binnen. Even later komt hij naar buiten en zegt, yes, ik heb het kleinste armpje. De tweede kabouter gaat naar binnen en komt naar buiten en zegt, yes, ik heb het kleinste beentje ter wereld. En de laatste kabouter gaat naar binnen, even later komt hij weer naar buiten en zegt, who the fuck is Peter de Harde? Burn! Dikke burn in the face of Peter de Harde. Peter antwoordt, wat leuk, moet bijna huilen. I was just trying to be funny, come on, for once in my life, I want to be funny, man. Ooit kom ik grappiger terug. Ik ga even op zoek naar een pikant gesprekje tussen mij en Peter. What the fuck? Dit is echt zo raar, man. Peter begint met, en ze wouden die party en ze willen je day. Peter, why would people want to have my tea? Ik had wel een epische Sinterklaas. Heb ook Transformers 3 gekregen. Wanneer kom je terug, by the way? Waarop ik antwoord, kut en nooit. Later. Oh, weer zo'n sikke smack gewoon. Bam. Later. Mooi, dan geef ik de boomkikkers jouw kamer. Gaan ze op je bed schijten. Boom. Yart. Kennen we allemaal Yart? Ik ga gesprekjes van Yart proberen terug te lezen. Ik wil gewoon het eerste moment dat Yart en ik elkaar een WhatsAppje sturen. Oké, I'm in 2013. Ja. Oh, yes. I made it. Oh, hij stuurt een fotootje naar me op. Oh, dit is echt cute. Echt de cutest. Het eerste bericht wat Yart ooit aan mij heeft gestuurd is, when you miss a person who doesn't miss you. What? Thanks voor de toffe dag, bruh. Love you. Ah, fucking gay. Grapje, ik stuur een hartje terug. Ik speel gewoon een beetje hard to get. Gewoon zo van, yo, ik zeg niet dat ik ook van jou hou. Ik geef gewoon een hartje, want misschien is dat dan wel omdat ik van jou, misschien ook gewoon, snap je, hard to get Kelvin. All cap stuurt je mij money. Waarom stuur je me money? Sorry. Rekeningnummer 74. Dat ga ik niet zeggen. Thanks, boo. Boo? Peekaboo? What does that even mean, boo? Peekaboo. Ik weet wat B betekent. Ik weet wat bro betekent. Ik weet wat bra betekent. Ik weet niet wat boe betekent. Hey, Yart! Wow! Wow! Hey, ik heb een vraag voor je. Wat betekent boe? B-O-O. Het derde bericht wat jij mij ooit op WhatsApp hebt gestuurd was, thanks boe, hartje. Ja, ik zag het staan! Ja, maar bedoel je echt de precieze definitie? Dat weet ik niet. Boe is gewoon iets van schatje of zo. Why did you call me boe in 2013? Explain the people. Ja, gewoon man. Ik vind Kelvin een schatje. Dat is toch geweldig? Ja, ik vond het hilarisch. Nou, ik spreek je later. Doei. Later.
Dit is letterlijk 3 dagen later. Hé man, geld is nog niet aangekomen bij mij. Klopt dat? Waarom ging het alleen maar over geld? Hè? Dan stuur ik vandaag, komt omdat je niks krijgt, lul. Boom! Back at it again! Genoeg over Jart. Ik ga wat gesprekken tussen mij en mijn vriendinnetje. Nina, mijn lieve schatje, is momenteel in Aruba. Ze is helaas weg. Voor altijd. Nee, ze is op stage. 5 maanden. Ik mis haar zo, man. Maar we zitten in een relatie. We zijn verliefd op elkaar. En dat betekent ook dat je soms wel eens niet zo lief tegen elkaar doet. En dat... Fuck, man. Ik zie allemaal foto's van haar. Ze is niet... Ik mis haar nog meer nu. Shit, man. She's gonna kill me for this. Oké, okay, ga terug tot 28 juli 2013. Deze gesprekken zijn zo weird. Oké, okay, komt-ie. Lol. Nina zit een foto van haar. Kijk, ik heb mijn haar gedaan. Oeh, vind ik leuk. Oké. Okay. Dank je. Ik ook. Niet speciaal, maar... Ik heb mijn haar wel gedaan. Hey, thanks for letting me know, Kelvin. Like, oh my god, stuur een foto. Nu we elkaar straks weinig zien. Dit was de tijd waarop ik naar Amsterdam ging. En waarop zij zoiets had van, yo, Kelvin, you're leaving me, man. En nu is het precies andersom. Dus ik stuur een foto dat ik een broodje eet. Why would I? Why would I? Word je straks volgespamd met foto's van mezelf. Leuk, dan stuur ik terug. Lekker ding. She called me a lekker ding. Oh yeah, it's always nice being appreciated for your fucking lame-ass haircut. Ik weet serieus niet wat hier gebeurt. Waarom denk je dat ik een pet op heb? Broodje boterhamworsten. Waarom vertel ik haar wat ik op mijn brood heb? Zij stuurt een foto van chips. Een bakje chips. Oké. Okay. Even verderop. Nina begint. Ik heb iets leuks voor je. Cadeautje. Oei! Oei! Woensdag. Oké, wacht. Ik kan niet wachten. Waarom? Best girlfriend in the world, people. Ze hebben gewoon een foto gestuurd van zo'n hoes wat je op je strijkbank kan leggen. Maar als je gaat strijken, dan gaat gewoon de kleren van een vrouw gaan gewoon uit. Oh! Besef even, ik heb dit ding nooit gebruikt. Het spijt me niet. Ik strijk ook nooit. Wee you! En nog een mini cadeautje. Die krijg je woensdag. Super chill! Ik heb niks voor jou. I didn't give presents then. I was a douchebag. Vindt Peter het ook leuk? Nee, oké! Okay. I like her, man. Tot zover de gesprekjes van mij en Nina. Ik heb nog 1 persoon waar ik gewoon fucking benieuwd naar ben hoe ik ooit met hem praten. Joost. Ja. 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 Oké, okay, komt-ie. Deze dude, he tried to be funny from day one, hè. Dit is officieel ons eerste gesprek wat we ooit hebben gehad. Yo, gangster. Yo. Sst. Snap je? Want het is haakjes. ST. I was being funny as well. Haha, touché. Alles Gucci, oftewel alles goed, maar ik doe niet aan ABN. Really? Ja, yeah, absoluut met jou. Ja, ook lekker. Zit op school, maar heb veel tussenuren. Maar je wilde even appen. Binnenkort chillen of iets dergelijks. Oh, desperate alert. Ja, laten we doen. Sorry, was druk. Geef niet, ik heb alle tijd. Kom eens langs de studio. Lijkt me kikker. Wat? Deze woordgrap. Hè? Maakt hij letterlijk die grap? Lijkt me kikker. Joost. Oké, okay, die was matig. Oh, hij zegt het er ook daarna. Oké, okay, fair. Maar lijkt me leuk. Wanneer zat je aan te trekken? Vrijdag volgende week? Kan beter in het weekend voor mij. Als dat niet mogelijk is, kan ik altijd even kijken wat de regelen valt. Ja, weet je wat tegen wie het hebt? Godverdomme. I was just funny, okay? Ik ben niet zo. Alsjeblieft. Check dit. Face Hero. Wow, vet cool. Maar daar bleek eentje van Be Brave te zijn. Dioni. En toen kon je op de foto met Lil Kleine en Boko Sam. Dus ik even praten met hun, maar ze moesten gaan. Dus zij konden niet meer op de foto. Komt die gozer van Be Brave naar me toe, zegt hij. Gelukkig ben ik er nog. Kennen die hele guy niet eens. Oeps. Oh, you was playing hard to get, Joost. Ik ga Joost bellen, vraag of je nog weet. Misschien is hij wel naakt. Yo, lil bitch! Oh, je bent op. Oh, hey, ik ben naakt. Ik ben oude WhatsApp-gesprek aan het teruglezen. En ik ben helemaal teruggegaan bij ons gesprek. Kan je nog herinneren dat je ooit op een avond op een feest was waar Lil Kleine en Boko Sam waren? Dat je met ze op de foto kon en toen gingen ze weg. En toen kwam er een Be Brave Boy naar je toe. En die zei: wil je met mij op de foto? En toen zei je: ik ken jou niet. Oh, Johnny. Ik heb nog wel een leuke foto. Met hem? Mag ik die erin doen? Ja, is goed. Ja! Fucking nice! Swag. I'm naked. Shout out to all the folks at home. Oké, okay, bye. Cheers, bye. Oké, tot zover de oude WhatsApp gesprekken. Wil jij kans maken op 4 kaartjes naar Walibi? Gratis en voor niks. Dan kun jij een reactie achterlaten hieronder in de comments. En abonneer op mijn kanaal. En dan maak jij kans op die kaartjes voor Walibi. Ik maak de winnaar bekend op Snapchat. En als deze video 6000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Ja, ja. Oh, nee. Ja, ja. Hij kijkt gewoon stoer. Tegelijkertijd, dit is wel makkelijk, jongen. Dit wordt easy. Ah, dit stinkt, jongen. Je wil niet. Dit is letterlijk chloor en wasmiddel met chocola. Oké. Zijn we er klaar voor? Ik wel. Dit wordt echt verschrikkelijk. Holy shit. Fuck. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar volgens mij... I'm okay. Nothing going on. It's all okay. Bye.